betere uitstraling van Rotterdam kan je niet hebben, hè? Groen-wit en dan dat mooie logootje erin. Ja, dat is, daar ga je gewoon voor in de rij in de regen staan. Ik koop ze altijd allemaal. Ik koop hem eigenlijk als cadeau voor een vriend. Dus ik heb hier een uur staan wachten voor een maatje. Ja, mooi shirt natuurlijk. En voor de kinderen. Het mooie Rotterdams groen. Daar gaan we voor. Ik wil het shirt van Feyenoord ook heel graag, maar we staan hier eigenlijk voor mijn vader. En wat vind je zelf het mooiste aan het nieuwe shirt? Ja, dat groen wit is toch wel echt Rotterdam. Het echte Rotterdamse logo. Het Feyenoord logo. Ja? Horen ook veel met groen-witte kleuren, toch wel een beetje klassiek? Dat klopt ook, maar niks gaat boven het Feyenoord logo. Ja, ik vind het gewoon, het hele shirt is mooi. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Het is een mooi shirt en dat draag je met plezier, met voetbal. Ja, de kleur en alles. En het is een namaak van een oud shirt van Feyenoord. Hoezo besloten om zo vroeg al bij de fanshop aanwezig te zijn? Nou, ik had overal gelezen en zien staan dat... Dat iedereen hem wil hebben, dus ik ben om 7 uur vertrokken uit Spijkenis. Nou ja, we dachten, ja, dan is er misschien iets van een kortere rij of iets, maar dat niet. We hopen dat de rij snel voorbij gaat. Ik reed langs de Kuip, daar staan voor mij een paar 100 man. Ik denk, fiets lekker door. Dat gelijk hebben natuurlijk. Ik wilde toch zo gauw mogelijk in lopen, dus echt te trots. Heb je nog een boodschap om het team aan te moedigen voor de komende weken? Ja, gewoon sterkere strijd knallen, gewoon vlammen, ja, gewoon gaan ervoor. Blijf in elkaar geloven. Hou vertrouwen. Kort maar krachtig, toch? Blijf gewoon goed doorwerken. En ja, probeer gewoon op je best te spelen. Ja, het wordt heel moeilijk. Laat een paar goede resultaten zien. En ondanks dat ze nu al slecht spelen, blijven we gewoon onvoorwaardelijk de club steunen. En iedere wedstrijd die volgen we gewoon. Zo is het.